goedemiddag lieve vrienden. Het is alweer reeds 14:46 en we leven op 25 maart. Ja, de tijd houdt geen schoft als je zelf niks doet, zeg ik dan altijd maar. Hé, Jello, ik ga straks lekker wandelen met Rijka en ik neem jullie mee. Ik denk dat ik gewoon wel weer naar de dijk toe ga hier vandaan. En dan via de dijk weer richting het centrum. Even flinke kilometers lopen. Proberen althans. Laten we dat maar even maken. We mogen nog steeds naar buiten. Ja, en vooral als je een hondje hebt. Die moet toch eventjes kunnen spelen en kunnen doen. En ja, zij mag dat momenteel niet. Want ze, ja, zoals loopt ze. En ze moet niet gedekt worden door andere mannetjes. Nee, geen puppy's mag zij niet hebben. Nee, wil ik ook niet. Ze wordt toch geholpen, dus ja. Dat feest gaat ze niet krijgen, dus ze blijft aangelijnd dit keer. Ik weet ook niet hoe ver ze met de loopzaamheid is. Ik denk dat het aan het afzakken is, want ik zie 1, 2, 3 niks meer vallen op de vloer. Wel, de vloer is wel meer, maar ja, oké. Achterstallig onderhoud aan de huishoudelijke werk, omdat ik, rare weken, maar morgen krijg ik een invalster en dan komt vrijdag Rebecca weer. Oké, dus 2 dagen achter elkaar. Nou ja, boeien, dan kan er extra wat gedaan worden. Ja toch? Achter elkaar. En ik heb nog een bakje koffie staan. Ik ga lekker even nog opdrinken en daarna nemen we de binnenwagen en dan gaan we de hort op. Ik neem deze mee, maar deze gaat ook mee. Die is vol, dus hij mag geen rare kuren doen. Nee, dus die doe ik weer om. Gezellig, leuk. Ja, en die gaat mee. Komt helemaal goed. Zo zeggen lieve vrienden, geniet ze van het mooie weer met wat jullie zelf gaan doen. Hou 1,5 meter ruimte, het is 2. Dan kan je elkaar nog ook verstaan. En gisteren stond ik bij iemand er zo'n dikke 3-4 meter vanaf en die kon ik nog staan en diegene mij. Dus ja, hè? Afstandhouden.nl. Ja, doen! En niet kolossaal met z'n allen naar de Haagse Markt toe gaan, want daar is het eigenlijk druk geweest. Of is het nog, als het vandaag is, ik weet het niet, maar in ieder geval. Daar kreeg ik een melding van. Dat daarop. Gebruik je verstand, mensen. Ja, straks wordt dat ook van ons afgenomen. De markt. Door jullie. Degene die het gedaan hebben. Ja. Hé, hey, schat, wordt vrouwtje nog boos? Oei, mag het niet, hè? Nee. Dankjewel. Lieve vrienden, hou alsjeblieft afstand. Kijk, wat je thuis doet, moet jij weten. Want dat ziet niemand. Maar op straat, wel. Maar ben je een echtpaar, hoeft het ook niet. Want je bent toch al bij elkaar. Dag en nacht. Kinderen hoeven het ook niet te doen. Die mogen ook spelen. Die vormen geen gevaar. Maar ik heb het ook al gezien dat het gevonden is in het rioolwater. Nou, ik weet het allemaal niet hoor. Ik geloof niet iedereen. Nee, eerst in de geloven, zeg ik dan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen nogmaals, geniet ze en doe wat jullie doen moeten. En geniet samen met ons, met Corina en de beestenboel, want ik neem jullie gezellig mee, want jullie zijn bij mij altijd een eeuwige welkom. Dus ja, wees welkom bij ons. Ja. Weet je met te wonen? Nou, koffie of een bakje thee, ik ken er altijd in. Ja, lust ik dat niet. Nou, de kraan is er ook nog, je kan ook water krijgen. En als ik er weer geld voor heb, dan heb ik weer zakjes genoeg of wat dan ook. Nu heb ik nog maar 1 pakje zakje. Ja, 1 pakje nog. En ik heb nog wat anders te drinken, maar ik weet even niet uit mijn hoofd wat dat is. Nee. En ik ga er ook nou niet naar kijken, want daar heb ik geen zin in. Nee. Dus ik zou zeggen, geniet ze en kom maar eens een keertje langs als je weet waar ik woon. Weet je het niet, heb je pech. Maar dan heb je ook nog Facebook. Daar kun je me ook ten alle tijde vinden en daar kun je me privé ook bereiken. Dus ja, komt er maar. Hartstikke gezellig. Ja, en laat eens even weten wat ik eens een keertje doen moet voor jullie. Of wat jullie leuk vinden dat ik doe, of wat dan ook. Ja, whatever. Dus kom maar op met die vragen of leuke suggesties of wat dan ook. Hé, Rijka, ja nou? Ja, hè? Ja.
Ja. En als de temperaturen beter worden, dan zoek ik toch even een ander stukje natuur op met Rijka. En dan hopen we dat daar ook niet veel mensen is of helemaal niks. En dat is in het Kwelderduin en dan probeer ik haar ook wat anders bij te leren. Ja. Oh, de Scandalf, ja, die zat nog te eten en die wil al nou binnenkomen. Nou, dat komt zo. Maar oké, ze zeggen tot strakjes en we zien elkaar en we horen elkaar. Doei doei! Thank you.
En zoals jullie al merken, we zijn op de dijk aanbeland. En dat hebben jullie met lopen ook al gemerkt. Maar zien jullie dat witte streepje daar op Texel? Dat is het kerkje van Den Horen. Ik heb even ingezoomd. Ja, dan gaan we eventjes over de zee. Oh, niet te hoog zitten. Oh, nou wordt die water, nou is die weer helder, zo te zien. Die boot blijft liggen. Er vaart nu nog maar één boot heen en weer. In plaats van twee. Vanwege de corona. Daar gaat hij. Hij is net vertrokken vanuit Den Helder. En daar gaat nog een of ander geval. Het is weer een schitterend mooi. Helder wil ik ook nog niet zeggen. Het is wel aardig druk op water. En onze Rijka een beetje ingezoomd, maar dat maakt niet uit. Ja, maar het is mooi, hè? Nou, dan zullen we weer even uitzoomen. Zoals behoort. Nou, kom eens, Rijka. Nou, dat ben ik, mijn schaduw. Rijka. Oh, ze wil zo graag verder lopen, maar ze ziet het hondje er verderop. Zit een hondje. Ja, nou, laat me mooi zitten. Kijk, en er gaan nog vliegtuigen door de lucht. Ik weet niet of jullie dat ook zien kunnen. Dan gaan we weer even inzoomen. Zelf zoeken, dat is de kust. Ik zie helemaal niks. Geen strepen, maar er gaat daar een vliegtuig in de lucht. Met twee strepen, en dan maak ik nog een bocht ook. Gewoon, dan zie ik niks. Zo. Met twee strepen. Maar ja, er zijn nog Nederlandse mensen in het buitenland. Dus ja, die moeten allemaal opgehaald worden. Zoals we allemaal weten. Eentje blijft zitten waar die zit, want daar heeft hij zelf ook een huisje. Dus als je daar, of die dan daar zit of hier zit, dat maakt voor hem geen verschil. En dus? Ja. Want we zullen beleven hoe het allemaal reilt en zeilt en gaat met die coronavirus. Dat het is alleen ja, verschrikkelijk. Vooral als je op lockdown gaat, hè? Ja, en vooral de winkels, je kan niks meer beginnen. Nee, behalve de supermarkt, die moeten wel open blijven, want je moet je van je leven zien te voorzien. Maar ja, oké, lieve vrienden, daar gaat de Texelse boot alweer. Die gaat alweer richting Texel. En ik zeg, ik loop weer verder en dan richting het centrum. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. De koopro gaat wel weer aan. Doei, doei!